Welkom bij de uitzending Leiden tot Tokio. Ik ben Femke Dekker, Leidse Olympiër en heb 3 keer deelgenomen aan de Olympische Spelen. In Sydney 2000, 2004 Athene en 2008 in Beijing. Met als hoogtepunt de zilveren medaille met de vrouwen 8. In dit programma gaan we vandaag stilstaan bij de Olympische Spelen die begonnen zijn in Tokio. Dat doe ik met 4 gasten. We praten over waarom zij betrokken zijn bij de Olympische Spelen en natuurlijk bij Leiden. Nou, het is al, de eerste dag is al gelijk van start gegaan. Roeiers die mochten roeien en ook meteen het negatieve nieuws binnengekomen dat Flien Volrein, de Leidse Olympiër, helaas positief getest is op corona. Later in deze uitzending gaan we daar verder over praten. Maar we beginnen eerst met Pieter. Welkom. Dankjewel. Nou, ik denk dat heel veel mensen ondertussen je wel kennen, want je bent de opvolger als Leidse topsportcoördinator. Maar misschien is het handig dat je ons ook meeneemt wat jij eigenlijk met de Olympische Spelen hebt. Oké, Olympische Spelen. Ik ben natuurlijk sporter in hart en nieren en ik heb sowieso een enorme liefde om de Olympische Spelen te kijken. 2 Olympische Spelen geweest ook om te kijken. Maar inmiddels in mijn nieuwe functie heb ik ook met die Spelen te maken, omdat we natuurlijk een Leidse delegatie daar hebben, zeg maar. En daar zijn we natuurlijk trots op. Het is leuk om mee te maken. Ja, vertel eens, want je bent dit jaar begonnen. En toen was er eigenlijk al een Leidse Olympische ploeg. Kun je daar meer over vertellen? Ja, klopt. Dat is eigenlijk een hele lijst met allemaal ook oud-Olympiërs, zeg maar, een Olympisch Leiden. En die wordt natuurlijk aangevuld, want er komen steeds nieuwe bij. En dit jaar is ook weer zoiets. Er komen nieuwe Olympiërs die ook echt nog vertrekken. Er zitten erbij die voor hun zoveel te spelen gaan, maar er zijn een aantal voor wie het de eerste keer is. Dus de Leidse Olympische ploeg die groeit gestaag. Ja, want hoeveel uit Leiden doen mee aan deze Olympische Spelen? Op dit moment hebben we 9 mensen daar zitten, waarvan 2 coaches. En dan 7 atleten, waarvan Finn helaas niet hoort te zitten waar hij nu zit, maar op een kamertje in zijn eentje. Ja, nou, misschien is het handig als we met elkaar eens even doornemen. Maar ik vertel het vandaag al, er is al een mooi resultaat door de roeiers geboekt. Stef, onze roeier, die heeft al een Olympisch record gedaan. Hij zit in de dubbel 2. Maar kun je ons meenemen, welke andere roeiers hebben we allemaal? Zeker. Stef is natuurlijk geweldig. Wat een opening. Zo kunnen we er wel meer bij hebben. Mooi. We hebben Boudewijn Ruwel. Ook echt een goede roeier. Ja, laat ik even beginnen met de roeiers. En dat is ook wel het leeuwendeel van onze delegatie natuurlijk. Klopt. Ja, wat ik van hem weet, ook wel een beetje de... kies altijd tussen studie en roeien, waar zijn prioriteit ligt. En dat heb ik bij Stef was voor mij ook wel een beetje die kant, dat hij af en toe wat twijfelde van, god, dat roeien, moet ik daar nou allemaal ballen op gooien. Maar uiteindelijk allebei best hun best gedaan. Boudewijn Ruwel zit in de 4 zonden. Dus, en die komen vannacht in actie, als ik het goed heb. We hebben Finn, maar dat hebben we net over gehad. Die zat in de manskif. Mannen, die is in zijn eentje varen. En dan hebben we dames, Nicole Beukers. Beetje de ervaren van het geheel, denk ik. Die heeft al 4 jaar geleden natuurlijk al succesvol met een Olympische medaille, zilver. Die heeft al wat achter de rug. En voor mij echt de workhorse in deze. Echt een enorme pitbull, om het zo maar te zeggen. En hebben we Caroline, zusje van Finn. En Caroline doet ook gewoon hartstikke goed. Ook een boot waar volgens mij echt wel medaillepotentie in zit. Ja, de vrouwen 4 zonder. Ik geloof dat die dit jaar al 2 jaar ongeslagen zijn. Dus ja, dus dat ziet er heel goed uit. En je vertelde ook over een coach. Welke coach gaat menen of zit al op dit moment in Tokio? Ja, we hebben Jan Klerks die de roeien doet. En we hebben Bram Wassenaar die een atleet begeleidt. Ja, en Jan Klerks begeleidt inderdaad de Paralympische sporter. Ja. Nou, de Paralympische Spelen zijn natuurlijk later dan de Olympische Spelen. En we hebben natuurlijk ook nog een Paralympische sportster, Annika. Annika, ja. Dus in totaal 9. Ja, zeker. Hoe was dat 4 jaar geleden? Hoeveel hadden we er toen? Oeh, dat kan ik je vertellen dat ik dat niet eens weet. Dat is een vraagje voor Tjeerd. Dat is een vraagje voor Tjeerd. Nou ja, weet je wel hoeveel Leidse Olympische medailles we hebben gewonnen? Ja, dat stond op mijn voorbereiding, denk ik. Ik dacht 23, 29, was het? Nee, we hebben er volgens mij al 92. De statistieken die ik heb gezien. Leidse... 29, denk ik. 92 lijkt me heel veel. Dus je hebt het inderdaad. Er zijn 92 Leidse Olympiërs geweest. Ja, en we hebben 29 medailles. 12 keer goud, 8 keer zilver en 9 keer brons. Dus we hebben al behoorlijk veel. Nou, we hadden het al over de roeiers die dit jaar vooral voor Leiden in Tokio zijn. Nou, eigenlijk is roeien in Leiden denk ik wel hofleverancier met 21 keer al een roeier die deelnam aan de Olympische Spelen. Maar inderdaad, ik ga je lijstje helpen. Ik heb natuurlijk even gekeken. 2016 hadden we er 5. Maar ik denk, ik heb hier nog een mooie gast bij me zitten waar ik zelf ook onderdeel van was. In 2008 hadden we 10 Olympiërs uit Leiden die deelnamen. Dus we zitten dicht tegen het getal al toen. En er is nog wel een stiekem toevoeging. We hebben ook nog 2 fysiotherapeuten. Vanuit Leiden die mee zijn met de Olympische ploeg. Dus. Kijk,
Kijk, ja, dat zijn inside information. Moeten we nog over gaan nadenken of die ook dan weer bij de Olympische ploeg worden toegevoegd of niet? Dus allemaal van dat soort dilemma's moet je je mee bezighouden als topsporter. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je kijkt hoeveel mensen in het Olympisch dorp zitten, dat zijn niet alleen de sporters zelf, ook het hele begeleidingsteam. Dus dat is altijd inderdaad, soms denken we altijd, die horen er niet bij, maar uiteindelijk... Ah, die heb je ook nodig, toch? Ja, Noekie, ook jij welkom. Jij weet natuurlijk ook alles van, want je deed aan teamsport, waterpolo. Ja, klopt. Eén keer Olympische Spelen. Ja, dat klopt. En dan gelijk raak. Want... En meteen raak, ja. Ja, want ik denk dat iedereen wel weet. Jij hebt een zwemhistorie in Leiden. Ja. Gezwommen bij twee verenigingen in Leiden. Ja, ja. Ik heb eerst bij LZ 1886. Nou, dat is later natuurlijk ZVL geworden. Dus eerst altijd gezwommen. En later ook waterpolo aangehaakt. Ja, nou, ik zie de foto al verschijnen. Dit is jouw team. Ja. Op de Spelen. Ja. Hey, en heb je de openingsceremonie gekeken? Ja, die heb ik vanmiddag zitten kijken. En ik werd er toch een beetje verdrietig van, moet ik zeggen. Ja. Het lege stadion, mensen die dan aan het zaaien zijn naar wat? Naar de camera. En dat magische gevoel wat wij zeg maar hebben gehad. Nou, jij bent natuurlijk zelf, ben je bij de opening geweest? Nee, niet in 2008, maar in 2000 heb ik hem wel gelopen. Ja, je weet dus hoe het voelt en iedereen bij elkaar en al die andere landen waar je ook foto's en gewoon echt een magisch gevoel. Ja, dus dat miste nu natuurlijk wel. Ondanks dat die sporters die, als ik even naar de waterpolo dames kijk, ja, die hebben dat gevoel natuurlijk nog niet ervaren. Behalve dan Arno Havenga, de coach. Nou, daar heb ik toevallig vanmiddag even mee zitten appen van hoe is het daar? En dat is toch wel karig, zeg maar, om dat zo te zeggen. Ja. Ja. Pieter, heb jij gekeken naar de openingsceremonie? Ik heb een heel klein stukje gezien. Ik was heel druk bezig in de stad om een mooi scherm neer te laten zetten. Ja, daar komen we later nog op terug. Hey, hoe vind jij het nou als je zo hoort sporters die helemaal in een leeg stadion zitten? Denk je dat het invloed heeft op een sportprestatie? Nee, ik hoop van niet. Dus, het is makkelijk om te zeggen dat het wel zo is. Maar ik heb ook wat idee dat die sporters zich inmiddels allemaal wel hebben gefocust op van oké, zo gaat het zijn. En that's it, weet je. Dus ik heb de neiging om te zeggen nee. Dus, en ook te hopen dat het nee is eigenlijk. Ja, en ze zijn natuurlijk blij dat het... überhaupt doorgaat. Vorig jaar zeker. Was natuurlijk echt een flinke teleurstelling. Mm-hmm. Dan hebben ze gewoon een jaar lang zich moeten blijven focussen. Terwijl sommigen wellicht al in hun hoofd hadden van nou, we gaan ergens stoppen. En dat moment is een jaar uitgesteld. Ik denk dat je dan al onwijs blij bent als topsporter dat je het überhaupt nog mag meemaken. En er zijn natuurlijk ook wel een aantal sporten te spelen. Ja, weet je, daar is publiek eigenlijk nooit een issue. Hè? Als je schermt, dan weet ik niet of je heel nerveus wordt van tijd dat er nu geen mensen zijn. Want waarschijnlijk is de spelen de enige keer in je leven dat je voor een flink publiek aan de schermen bent, zeg maar. Ja. Dus als je dat niet hebt meegemaakt, dan... En zo zijn er wel meer sporten, gewichtheffen en zo. Dat, ik weet niet of ze dat heel erg merken. Maar de grote populaire sporten. De teamsporten. Heel ja, alles in het stadion. De grote dingen, atletiek en zo. Dat is natuurlijk wel eventjes andere koek. Ja. Ja. Maar Noekie, voor jou is 13 jaar geleden. Heb je meegelopen in Beijing met de openingsceremonie? Ja. Ja, en dan kijk je nu. Is dat nou ook de herinnering die je het meest is bijgebleven? Of ga je dan toch echt over je prestatie praten? De herinnering die me het meest is bijgebleven is toch wel de huldiging in het Holland Heinekenhuis. Dat vond ik zo fantastisch over dat publiek heen. En ja, het was gewoon, dat is denk ik het meeste bijgebleven. Dat gevoel en, maar ja, eigenlijk is het te veel om op te noemen. Maar als ik een moment moet benoemen, dan is het de huldiging. Ja, dat is er natuurlijk zometeen ook niet voor de sporters. In ieder geval niet daar. Nee, maar gaan ze hier in het Koerhuis? Ja. Bij Scheveningen. Ja, maar dat over elkaar, of hoe noem je dat? Het hossen. Ja, dat zal er niet bij zijn. En dat was daar heb je geen leuke foto van meegenomen? Of, Nou, die heb ik wel, maar die hou ik wel even voor mezelf. Hey, maar vertel eens iets meer van de Spelen. Want heel veel mensen die hier naar kijken, die hebben helemaal geen idee. Wat is het Olympisch dorp? Heb je enig idee hoeveel sporters überhaupt in zo'n dorp zitten? Nou ja, de aantallen weet ik niet. Maar wat ik vooral heel erg indrukwekkend vond, is die eethal. Je komt daar binnen en je hebt gewoon voor ieder land heb je gewoon een speciale bar waar je kan eten. Een McDonald's. Noem het maar op. Zo immens groot. En je kijkt gewoon je ogen uit. Het is eigenlijk gewoon, wat je zegt, een dorp. En dan alleen maar met sporters. Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, ik zei het al ongeveer, volgens mij ligt het dit jaar ook voor het eerst dat er net zoveel mannen als vrouwen deelnemen in Tokio. Dat is altijd anders geweest, vrouwen mochten natuurlijk veel later deelnemen.
maar rond de 6000 mannen, 6000 vrouwen. Dus nou, reken maar hoeveel er zijn. En dan hebben we het nog niet over de fysio's en de coaches en de andere begeleiding. Dus één compleet dorp. Hey, ik zie dat jij wat hebt meegenomen. Ja. Vertel eens, wat ligt hier op tafel? Ons shirt. Het was in Peking aardig warm. Nou ja, dat weet je. Hè. En dus wij liepen met deze shirtjes aan. En de medaille natuurlijk. Die Pieter, hij ligt voor je. Ja, zeker. Heb je hem wel eens in het echt vastgehouden? Volgens mij nog niet. Nou, pak hem even op. Pak hem even op. Ja, ren even naar buiten. Ja, even. Leuk, dit is dus waar alle sporters uiteindelijk voor doen. Ja. Toen jij ook naar Peking ging, had je toen ook het idee van wij zijn titelfavoriet? Nee, we hebben nog nooit wat gewonnen met het team waar we goud mee hadden gewonnen. Behalve de kwalificatie in Rusland. Die wonnen we. En de Olympische Spelen. En daarvoor heb ik nog nooit überhaupt een medaille gewonnen met dat team. Dus dat was echt zo'n grote verrassing. En toevallig las ik vandaag een artikel waarin ook staat dat we de wereld wel, of de waterpolowereld wel een beetje hebben doen schokken met onze prestatie. Dus ja, dat is ook wel. Helemaal. Hey, was je er zenuwachtig voor? Voor de Olympische Spelen? Nou, elke wedstrijd. En je komt steeds verder in het toernooi. Dus nou, ik was wel zenuwachtig. Maar wij hadden 2 poolwedstrijden hadden we verloren. Dus in de poolwedstrijden had ik never het gevoel van, oh, dit gaan we redden of zo. Of dit wordt iets heel moois. Dat gevoel heb ik pas later, dacht ik, hè, wat overkomt ons nu? En misschien dat we zaten in een soort van flow. En ja, het was gewoon heel bijzonder. Dus een hele slechte start die jullie uiteindelijk toch nog hebben kunnen omdraaien in het hoogst haalbare. Nou ja, ik denk gewoon pieken op het juiste moment. Want die poolwedstrijden zijn leuk. Maar als jij in de kwartfinale verliest, dan kom je niet verder. Ja. En wij deden dus precies op het juiste moment pieken. Ja. En nu heb je hem daar. Veel mensen, vooral heel veel kinderen, raken natuurlijk ongelooflijk door geïnspireerd. Is jouw leven nou veranderd met een gouden medaille? Ja, zeker. Ik denk dat het veel deuren heeft geopend voor mij. Hè. Dus, heb je voorbeelden? Nou ja, mijn werk. Ik heb 10 jaar als docent op het Zatkin lesgegeven. Nou, daar, ik denk dat een van de grote redenen dat ik daar ben aangenomen is dat ik topsporter ben geweest. En ik denk nu in mijn huidige werk als teamleider bij MBO Rijnland. Zaten daar ook mensen in het sollicitatiegesprek die toch veel vragen stelden over sport. En ook de relatie legden met van oké, wie ben je dan als coach? En je wordt dan teamleider, dus je gaat ook mensen coachen. En hoe doe je dat dan? En het heeft toch heel veel raakvlakken met elkaar. En het zegt wel iets over een persoon. Ja. Dus het is eigenlijk niet zozeer dat je goud hebt gehaald, maar meer de prestatie en hoe je als topsporter bent gevormd. Ja, het doorzetten, het niet opgeven, het teamwork. Ik sta ook echt voor teamwork. Dat vind ik in mijn werk ook een van de belangrijkste dingen, dat we het met elkaar doen. En ik, misschien weten mensen dat wel, maar ik was niet de beste speelster. Ik was nummer 11, 12, 13. Iedereen die het boek van Robin van Gaal heeft gelezen, die heeft waarschijnlijk ook gelezen dat het echt kiele was of ik wel of niet mee zou gaan. En uiteindelijk ben ik meegegaan omdat ik echt een teamplayer ben en mezelf ook kan wegcijferen voor een gemeenschappelijk doel. En niet mezelf voorop stel. En gewoon heel hard werk. Ja, uiteindelijk heeft je dat ook. Ik heb niet veel in het water gelegen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ik heb een andere bijdrage geleverd die ook heel belangrijk was. En in het groepsproces. Ja, en ook gewoon mensen opvangen die het heel zwaar hadden. Die wel heel veel waterpoloden op dat moment. En ik heb gewoon een andere rol gehad dan bijvoorbeeld een Yveske of een Danielle de Bruin. Die de echte puntenscorers die je veel tijd halen. Ja, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee, je bent samen een team inderdaad. Ja. Iedereen heeft zo zijn aandeel erin. Ja. Hey Pieter, als je dit nou hoort, hè, we hebben in de Leidse Olympische ploeg vooral ook mensen zitten die al een keer geweest zijn. Maar in jouw ogen, wat kunnen sporters die dit al hebben gedaan nou aan inspiratie doen? Of aan mensen die eigenlijk net op het punt staan om te beginnen aan een mooie topsportcarrière? Zie je daar een rol voor? Ja, zeker. En dat is echt legio-punten. Ik bedoel, los van het feit van zeg maar, de wedstrijddingen. Want dat kunnen de coaches meestal ook wel. Zeg maar, wat je hebt boven een coach als je gewoon hebt gespeeld is dat je kan praten over het gevoel. Over het gevoel dat je je niet gek moet laten maken door wat er allemaal gebeurt. Omdat je continu moet nadenken, oké, waar gaan we naartoe vandaag, waar gaan we naartoe morgen en waar willen we overmorgen zijn. En dat is al voor een heleboel sporters al best ingewikkeld.
Zeker als je jong bent, dan ben je heel erg bezig en is het allemaal leuk en ben je aan het trainen en dat vind je ook leuk. Maar op een gegeven moment komen de moeilijke dingen. Dan moet je dingen aan de kant gaan zetten voor sport. Ja. En dat is wel wanneer echte topsporters kunnen zeggen van ja, weet je, dat kan het echt wel waard zijn. Geloof mij dan maar. Weet je, dat zijn moeilijke dingen dat je niet uit mag gaan of dat je vriendinnetje of je ouders aan het zeuren zijn dat je zoveel tijd erin stopt. Maar ja, dan kan je zeggen, geloof mij, kijk naar mij, weet je, dat zijn ook dingen die je moet doen voor je sport. Het is niet alleen maar de tijd die je erin stopt, maar op een gegeven moment wordt het wat je ervoor laat. En dat is wel, dat is een nieuw pad voor sommigen die richting de top gaan. En daar komt best wel veel twijfel. Daar haak ik ook gewoon heel veel kids af op die leeftijd. Weet je, als je op het moment dat je van basisschool of van middelbare school naar een studie gaat, een universiteit. Dat is ook echt zo'n breekpunt waar gewoon een heleboel andere levensfase in komen. En dat is ook allemaal leuk. Ja. En terwijl sport juist, nou, dat doe je dan al een jaartje of 15 of zo. Dat je denkt van, ja, weet je, welke keuze ga ik maken? En dan is het wel gaaf als ze een talent hebben, dat iemand zegt van, ja, een ervaringsdeskundige. Ja, ach, hier zit ook nog een heleboel achter als je nog doorgaat. Weet je. Ja. Je zit er dichtbij. Pak het door en nou ja. Ik en denk de rest dat komt ook wel. Ja, maar het is fijn om dat te horen hoor, van mensen. Ja, en ik krijg wel eens te horen van, ik ben nu dan een beetje feestjes en dingen. Dat de afgelopen 10 jaar na alles ingehaald. En ben ik echt aan het inhalen. En mensen zeggen ook letterlijk van, ja, jij hebt dat natuurlijk niet gedaan tijdens je topsport. Ja. Zeg ik, nee, dat klopt. Dat is dus, ja, maar het komt dus wel. Dus of je het dan vanaf 16 tot 26 hebt of daarna, ja, dat is natuurlijk hoe je het zelf aankleedt. Hey, maar Pieter, ik heb zelf altijd gezegd dat Leiden is een topsportstad. Hoe kijk jij ernaar? Ik ben aan het ingraven natuurlijk nog. Ik ben al een paar maanden bezig. En ik loop ook wel bij Amsterdam en Rotterdam rond. En dan denk je, oké, Leiden is van een ander kaliber. Maar er gaan echt wel een heleboel dingen best goed in Leiden. En ik vind het ook wel een mooie uitdaging om te kijken of we daar nog wat dingen wat beter kunnen maken. Maar zo'n Olympisch ploeg, ja, dat is natuurlijk een typisch voorbeeld. Daarom ben ik ook heel blij dat we in de gelegenheid zijn geweest samen met de roeivereniging om zo'n scherm in de stad te zetten. Want ik wil gewoon dat die Leidenaar inderdaad zien dat hier hele mooie dingen gebeuren. Ja, precies. Hè? Want als topsportcoördinator van Leiden, wat doe je voor onze Olympiërs die nu aanwezig zijn in Tokio? Nou ja, een aantal daarvan heb ik kunnen ondersteunen financieel. We, Stichting Topsport Leiden, kunnen ondersteunen financieel richting trainingskampen en dergelijke. Voor de rest ben ik best vaak een troubleshooter als er dingen moeten gebeuren. Maar ik moet wel zeggen, de meeste van mijn tijd gaat naar de RTC's. Dus dat zijn de kids die hopelijk de volgende Spelen gaan komen. Nu gebruik ik in feite de toppers die we hebben in Tokio om te laten zien. Om de Leidse samenleving te laten zien van kijk, weet je, elke keer als wij het over talentontwikkeling en topsport hebben. Ja, dat klinkt af en toe best ver weg en vaag bij mensen. Maar dat is heel concreet. Iedereen vindt die Spelen leuk, maar er lopen ook gewoon Leidenaren rond. En die hebben we met elkaar hebben we geholpen om die groot te maken bij onze vereniging. En dat is wel wat ik wil overbrengen. Dus die link tussen, weet je, dat opleiden, of het nou op school een goede gym is, of RTC's echte talenten. Uiteindelijk kan daar dit van komen. En dan is ook het moment dat we hopelijk met elkaar als samenleving zien van, dat is echt wel gaaf. Weet je? Dat betekent dat je talentontwikkeling en topsport gewoon een plek moet geven in je samenleving. En ze zeggen altijd, zonder breedsport geen topsport. Ja, zeker. Roei is denk ik wel een van de grotere sporten in Leiden. We hebben natuurlijk ook mooie roeiverenigingen met Aaspos en Njord en de burgervereniging die Leiden. Rijnland ook nog in de omgeving. Wat zijn nou andere sporten die in Leiden, waarvan je zegt, die zouden eigenlijk nog een zetje moeten hebben. We hebben heel veel breedte, maar nog niet die topsport. Ik hoop dat we hockey omhoog krijgen. Dat vind ik wel een sport die zou je denk ik wel echt een stap kunnen maken nog. En daar gaan we ook echt wel over praten de komende tijd. We hebben er maar 11 topsportverenigingen. En de ene is gewoon wat verder dan de ander. En die kunnen ook van elkaar leren. De rugbyers zijn ver. En ik heb pas gesprek gehad bij de wielrenners. En die zijn hartstikke goed. Maar die kunnen op een aantal punten denk ik best nog wel wat leren van elkaar. Dus daar zit een hoop potentie volgens mij. Kijken of we dat. In 4-8 jaar zien we andere sporters dan of de roeiers bij de Leidse Olympische ploeg. Of misschien weer meer waterpolers. Zwemmers? Doen de zwemmers het niet zo goed in Leiden? Zwemmen? Waterpolo? Ja, waterpolo, zeker wel, de dames. Zit nu toevallig geen Leidenaar natuurlijk in. Minder inderdaad. Dus goed, die staat heel hard aan het werk. Om te zorgen dat we daar gewoon weer komen. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Mm-hmm. Durf jij een verwachting uit te spreken voor de Leidse Olympiërs die nu in Tokio zitten? Heb jij enig idee waar ze mee naar huis komen? Ik zat al een beetje te kijken. Ja, en eigenlijk dacht ik van jeetje, dat wordt eigenlijk best wel een goed lijstje. Want er zijn echt wel zo'n sporters die er gewoon echt heel goed voor staan. We hebben een paar van die boten net besproken. Ik zat op mijn lijst en ik denk minimaal 2, maar als ik een beetje doortel, 5. Dan hebben we het over de roeiers, maar we zijn natuurlijk ook... Nee, heb ik ook wel naar, kijk ook wel naar Laurien van Riessen. Ik wil wat zeggen, ook nog... heb je enig idee of zij met een medaille naar huis gaat? Wat verwacht je zelf? Het voordeel is, zij staat voor mij voor 3 onderdelen opgelijnd. Dus, ze wordt niet elke keer genoemd als de absolute kans hebben. Maar ze zit ook in de teamsprint bij de dames en dat is gewoon echt een hartstikke goed team. Ja.
Dus ik heb haar hier wel staan als daar zit wel potentie in. Ik denk dat de meeste mensen in Leiden haar nog steeds willen kennen van het schaatsen. Ja. Maar het is een van de, de weinige sporters die zoveel kwaliteit heeft om zowel winter als zomerspelen te kunnen doen. Kennelijk heeft Leiden dat, hè? Want Jeroen Staathoff heeft dat ook. En Paralympische spelen natuurlijk, als je het hebt over een voorbeeld. En is dat een hele, hele mooie. Hey, en de roeiers, zit er goud tussen, denk je? Ja. Ja, en van wie verwacht je het? Ik denk dat Caroline met haar boot goud gaat halen. En ik hoop dat Nicole het ook doet. De vrouwen dubbelvier. Eigenlijk gaan de vrouwen het ik denk deze het wel. Spelen ja, ook weer en, doen. En nou ja, zeg maar, Stef, dat is echt wel de outsider volgens mij. Die doen nu echt hartstikke goed. Ik had zeg maar tweede categorietje staan. Ja. Twee boten op de eerste categorie, daar hoop ik echt dat ze goud halen. En dan heb ik een paar, zeg maar Stef en Laurien, waarvan ik denk, daar zit ook wel potentie in dat er wat komt. En dan, ja, het is ook wel mooi, hè? Je hebt Stef al een Olympische record. En dan hoor je jou eigenlijk zeggen, ja, die poolfase, dat maakt eigenlijk niet zo uit. Hè? Nou ja, dat is bij roeien natuurlijk ook zo. Kom je elke keer verder. En dan sommigen kunnen direct een ticket voor de Olympische voor de finale verdienen. Zoals de vrouwendubbel 4, die gelijk doorgang heeft tot de finale. Maar ik moet je heel even onderbreken. Excuus daarvoor. Maar ik denk bij een teamsport waar het zeg maar gaat om doelpunten te maken, vind ik het wel anders dan bij zwemmen waar je zeg maar tijden moet halen. Dat vind ik wel echt anders, want dat geeft wel je vorm aan. En bij waterpolo is het wel de vorm van de een, vorm van de ander. Ja. Wat dan samenkomt op een bepaalde manier. En als je bijvoorbeeld strafworpen hebt en ja, je mist net die ene en in de kwartfinale raak je hem. Ja, dat is net anders dan denk ik een tijd halen. Snap je wat ik bedoel? Ja, want bij roeien is natuurlijk niet een specifieke tijd. Dan heb je ook je tegenstanders waar je het tegen kan roeien. Maar het heeft verschillende facetten. Dus voor iedereen is het ook heel bepalend. Hoe start je het toernooi of hoe ga je verder? Ja, het gevoel vind ik ook heel belangrijk hoor. Dus dat wil ik niet onderschatten. Ja. Want een verliespartij in de poolfase kan ook wel zijn nadelen hebben voor later in het toernooi qua mentaal, zeg maar. Nou, laten we hopen. We hebben in ieder geval een goede start. Hey, ja. Jouw gouden medaille is een mooi voorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen graag hem een keer willen vasthouden. Dus we hopen dat als de Leidse Olympiërs thuiskomen, dat er een mooi moment is in Leiden. Want ik kan me nog herinneren in 2008, volgens mij had je daar ook een mooie foto van. Wat deed de stad Leiden voor jou toen je terugkwam met je gouden medaille? Ja, voor ons, wij werden gehuldigd in het gemeentehuis. Ja. En we gingen inderdaad door de Haarlemmerstraat met een auto. Gingen we op pad, werden we gehuldigd. Werden we gebracht naar het gemeentehuis. Yveske, Mieke, Bjurak en ik. En bij het gemeentehuis, daar werden we gehuldigd. En daar kwam half Leiden. Ja, dat was fantastisch. Dat was superleuk. Staat zoiets ook op de planning voor deze Tokio-gangers? We zijn langzaam aan het nadenken al wat er gaat gebeuren. Als het allemaal kan rondom precies, de coronavirus. Precies, dat is een vervelende gast waar we rekening mee moeten houden. Ja, maar volgens mij hebben we ondertussen ook een foto van het medaillebord. Kijk, daar staat hij. Ook mooi om te zien is de samenwerking met Topsport Leiden, de roeiverenigingen en Sleutelstart. Hij staat bij het Centraal Station, begreep ik. Ja, klopt. Als je het Centraal Station de stad in loopt, dan loop je er nog net niet tegenaan, maar je kan hem ook niet missen. Hey, en tot wanneer staat hij er? Tot eind van het spelen, 23 juli. Augustus. Augustus. Hij staat er vanaf nu. Ja. En komen hier dan alleen de Leidse medailles op? Of alle? Nee, dit is Team NL wat hier opkomt op de medaille. En voor de rest schieten we er continu berichtjes in. En we hopen dat er heel veel berichtjes van Leidenaren tussenin zitten. Maar het is in principe voor Nederland en Olympische Spelen. Zeg maar. Dus we pakken de leuke berichten op. Maar dus vooral de Leidenaren natuurlijk. Leuk. Laten we hopen dat we heel veel heel zien. Veel, volgens ja. mij waren de voorspellingen dat we Sydney gingen overstijgen. Ja, 48 hè? Ik hoor rond de 30 medailles. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ja. Maar laten we hopen dat het Leidse succes ook is. Maar van het Leidse succes wat jij had in 2008, hebben we ook de andere kant van de medaille. Dat is natuurlijk dat we gehoord hebben dat Finn Florijn helaas zijn toernooi heeft moeten staken. En daarover ga ik verder praten met mijn twee andere gasten. Welkom Ed, welkom Antje. Nou, ik zei het net al, eigenlijk letterlijk de andere kant van de medaille. Helaas hebben we gehoord dat Fien Florijn positief getest is. Ik kijk jullie alle twee aan, maar ik ga eerst naar Antje. Ja, Antje, heel veel mensen zullen me denken, wie ben je? Maar als ik zeg Antje Florijn, dan weet denk ik iedereen dat jij bent de moeder van Fien. En van Caroline. En van Caroline. Je hebt nog meer gezin. Hey, maar toch even stilstaan bij dit nieuws. Heb je hem al gesproken? Ik heb hem al gesproken, ja. Hij was eigenlijk zelf relatief nuchter. En ja, hij moet gewoon nu daarmee dealen dat hij opgesloten zit in een hotelkamertje. En daar zijn tijd uitzitten. En dat vind ik wel heel erg jammer, want die voorwedstrijd ging minder dan hij had gehoopt. Dus hij had eigenlijk was vast van plan om deze nacht te knallen. Ja, en niet meer laten zien. Ja.
Ja, nou, ik denk dat iedereen het inderdaad mee heeft gekregen. De strenge regels in Tokio, dagelijks getest. Volgens mij zelfs 2 keer per dag getest. Ja. En als je positief bent, is eigenlijk meteen het dorp uit. 10 dagen in quarantaine, alleen in een kamertje en wachten tot je negatief bent en weer terug mag. De enige troost is dat hij heel erg jong is nog. En zijn vader is natuurlijk ook bij zijn eerste spelen niet echt aan de start verschenen. Dus ja. Misschien, nou, dat is misschien komt zijn tijd leuk. Nog later. Hey, want behalve dat je moeder bent van in ieder geval 2 Leidse Olympiërs, inderdaad van Finn en Carolien, ben je ook, kijk, we hebben een oude foto van jou gevonden. Zo, kijk. Mensen horen het ook. Ben je zelf ook Olympiër? Welke Olympische Spelen heb je meegedaan? Ik heb die in Atlanta meegedaan. Niet zo succesvol dus thuis. Niet zo in de vrouwenacht. In de vrouwenacht, ja. En waar sta je op de foto? Ik ben helemaal links. Helemaal links? Ja. Ja. Ik geloof dat hier je handtekening en alles. In Duitsland verzamelen ze die extremen van alle Olympiërs. Ja, dat zijn rare mensen, ja. Ja, dus dat was echt dat mensen echt alleen maar van Olympische of wereldkampioenen handtekeningen wilden hebben. Ja. Krijg je ze al binnen met vragen voor jouw kinderen? No, dat valt nog mee. Valt nog mee. Nou, ja. Misschien dus na Tokio is dat in één keer heel anders. Ja. Hey, Finn hebben we het net over gehad. Je hebt ook nog een dochter in de vrouwenvierzonder zitten. Ja. Ook eerste Olympische Spelen? Ook eerste Olympische Spelen, ja. En die zijn natuurlijk in 2019 waren die tweede bij de wereldkampioenschap, maar achter Australië. Australië hebben ze sindsdien niet meer gezien. Ja, en voor de rest hebben ze alles gewonnen. Wat in het afgelopen jaar was eigenlijk niet zoveel, behalve die Europese kampioenschappen, die hebben ze met overmacht gewonnen. Dit jaar hebben ze die Europese kampioenschappen gewonnen en de wereldbeker in Luzern en in Zapadia. Alles wat ze hebben gestart hebben ze eigenlijk gewonnen. Ja, maar zonder Australië en Amerika was er niet en China weet je nooit. Die zijn daar, soms zijn ze daar, dan weer niet en als ze dan weer terug zijn, zijn ze meestal sterk. Hey, nou ja, iedereen zal natuurlijk zeggen, jouw man, Ronald Florijn, nou, in Leiden kennen we hem allemaal natuurlijk. Echt een Leidse Olympiër, 2 keer goud, onder andere. Kende je hem al toen hij in 96 op de Olympische Spelen was? Ja, ik had hem in 94 leren kennen, ja. Hey, en toen was je zelf zei net, waren voor mij niet de beste Spelen. Toen heb je hem goud zien winnen. Hoe was dat? Als je samen als Olympiër en je ziet eigenlijk dat je vriend goud wint en jezelf wat minder lekker geroeid hebt. Nou ja, kijk, het was voor ons was dat hele jaar was een beetje stroevig. We waren in 94 wereldkampioen, toen hadden we een West-Duitse coach. Nou, ik ben echt de slachtoffer van de hereniging eigenlijk zo'n beetje. Nou ja, aan de andere kant zat de eerste Duitsland achter, hè? Aan de andere kant zat ik met 7 Oost-Duitsers als enige West-Duitser in de boot. Maar we hadden in 95 hadden we een Oost-Duitse coach gekregen. Toen ging het al slecht. En dan waren we in Tampere vierde geweest, omdat we boeinadelen hadden. Anders waren die Nederlanders echt niet aan ons voorbij gekomen. En dat was een jaar voor de Spelen. Dat was een jaar voor de Spelen. Die konden we nog afschieten. Toen kregen we een andere Oost-Duitse coach. En die heeft gewoon onze hele ploeg uit elkaar gehaald. Omdat hij geen persoonlijkheid had om leiding te geven aan een ploeg of aan een damesploeg. Hij was ook redelijk autistisch. En dan kon hij echt... als hij bij een teambespreking keek, hij altijd zo ergens weg. Nou, wij gingen dan natuurlijk zo pal in zijn ogen kijken. Ik werd er heel zenuwachtig van. Nou ja, uiteindelijk, dan heeft hij ook nog onze stuurvrouw eruit gezet en dan, nou ja, uiteindelijk werd het niks. Is dit nou ook de herinnering die bij jou is bijgebleven van zo'n deelname aan de Olympische Spelen met dat resultaat? Nou ja, kijk, je weet het zelf, je gaat er niet naartoe voor je vakantie. Hè? Je gaat, iedereen zegt, nou, erbij zijn is alles. Nou, dat is, ja, meedoen is belangrijker dan winnen, wat ook een motto is van de Olympische Spelen. Ja, kijk, meedoen, maar ik vind voor elke sporter is meedoen meer dan alleen erbij zijn. Meedoen betekent een beetje meedoen met de wedstrijd. Nou, en dat deden we toen eigenlijk niet, dus dat was eigenlijk vrij zuur, ja. En dus zag je ook nog eens je vriend goud winnen? Nou ja, dat was wel leuk. Ja? We hebben daarna ook nog wel een leuke tijd daar gehad. Hè? Anders een beetje meegegaan op zijn succes waar je zelf niet had. Maar nu heb je kinderen. Hoe kijk je daar dan naar? Dat die op de Spelen aan het roeien zijn, nou ja, 1 die dan nog actief is. Kijk je daar dan anders naar of zit je dan toch met alles wat je vroeger zelf hebt meegemaakt? Nou, ik vind als je kinderen hebt, je ziet je kinderen sporten en maakt niet uit wat het is. Dan heb je zo, nou, zo als coach net zo hebben, je hebt zo'n gevoel van machteloosheid. Weet je? Kijk en je hoopt dat het goed afloopt en ja, maar je kan daar zelfs niks meer aan doen. Moet ik me dan voorstellen, want voordat we naar Ed gaan, want ja, Ed is de coach, zeg maar. We zitten aan tafel, als het familie Florijn aan tafel zit, is het dan alleen maar roeien en komen de, oh let op, of wat als, gesprekken? Of
Hebben jullie het over hele andere dingen? Ja, we hebben het over hele andere dingen. Waarbij het wel zo is dat die af en toe die kinderen ook, als ze op trainingskamp zijn, zo sturen ze maar een filmpje. Vragen ze, wat vind je ervan? En dan echt op techniek? Of, ja, op techniek. Ja. En dan mogen papa en mama mogen los. Ja. En is het dan ook Ronald en Antje verschillend? Of hebben die, want nou, je zegt het zelf, vanuit Duitsland heel ander roeitechniek ook gehad dan de Nederlanders. Kijken die dan ook heel anders nog naar het roeien? Of? Nou, volgens mij zijn het meestal, wat dat betreft, zijn het meestal eens. Ja. Meestal eens. Ja. Hey, en wat vind je zelf spannender? Op de bank zitten kijken naar je kinderen die roeien of zelf moeten roeien? Ik denk op de bank zitten naar je kinderen kijken is verschrikkelijk. Ja. Ja, want Ed, we kennen jou ook vanuit de Olympische Spelen. Want jij hebt ook een linkje met de Olympische Spelen. Vertel ons even. Ja, ik ben in 1972 in München geweest. Grote verrassing, want ik was net derdejaars roeier. Bij Aaspels de Vliet. Dus ja, Leidse water ik heel goed. En ik kreeg, ik denk 4 dagen voordat de equipe vertrok naar trainingskamp in St. Moritz, kreeg ik te horen dat ik snel naar kledingzaak Nieuw-Engeland moest om kleding aan te passen. Dat ik samen met Kees van der Ende mee met de equipe moest als reserve. Als reserve. En heb je toen de tijd ergens nog bananenschillen neergelegd in de hoop dat iemand onderuit zou gaan? Of was het afwachten? Ja, ik heb wel geprobeerd heel hard met Paul Venemans als snelste de bergen op te rennen. Wat ook lukte, maar dat maakte allemaal geen verschil. Nee, dus je hebt en ik heb wel met Leinenburg Stokvis gespart. Nou, je begrijpt, dat deden wij natuurlijk veel. Kees en ik gingen natuurlijk veel harder. Ja, die roeide in de twee zonden. In de twee zonden, ja. Die wonnen uiteindelijk brons. En dat was in St. Moritz. En dat was een grandioos trainingskamp. En daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. En het leuke was, er staat net een artikel van die twee op NL Roei. Dat ze ook terugblikken op datzelfde trainingskamp. Kijk, dus dat komen van jouw herinneringen eigenlijk weer een beetje aan de Olympische Spelen en de voorbereiding. Ja, dat was echt geweldig. We hebben dus heel veel samen opgetrokken. Maar nee, ik heb die bananenschil niet kunnen leren. Kees heeft een week lang in de acht meegevaren omdat iemand ziek was. Dus hij heeft ingevallen en toen moest hij er weer uit. En toen is jouw roeicarrière geëindigd en is dat ook dan het begin van je coachcarrière geworden? Want in Leiden kent men jou eigenlijk ook voornamelijk als coach. Nee, ik ben daarna nog wel gaan roeien. Ik moest trouwens drie maanden later zat ik in Senegal voor mijn stage. In een hele arme krottenwijk van Dakar. Dus dan zie je de andere kant van de wereld, zou ik maar zeggen. Ja. En toen ben ik daarna weer gaan roeien. En ben ik ook nog voor mijn werk naar Afrika geweest. En ik heb, ik ben een paar keer Nederlands kampioen geworden. Ik geloof 4 keer. Daarna ook in de skif trouwens. Kijk, dus je hebt nog je roeicarrière doorgezet. Ja, en uiteindelijk zilver in de dubbel 2 op de WK. En wanneer ben je nog gaan coachen? Nou, ik ben bij Aaspels wel regelmatig gaan coachen of helpen coachen. In combinatie met de baan. Dus ik ben eigenlijk heel vaak wezen coachen. En echt gaan coachen ben ik een beetje aan het einde van mijn werkzame leven. Dus wanneer was dat, Antje? Ik denk 2005 of zo. En bij die Leiden dan? Bij die Leiden, ja. En een klein beetje bij Aaspels, maar vooral bij die Leiden, ja. Toen ben ik met een jonge groep van 4 jongetjes begonnen. En toen kwam daar een meisje bij, Carolien. En toen kwam er nog een meisje bij. Ja, want jij hebt Finn en Carolien, en er zijn natuurlijk ook nog anderen, zoals Isabel, die kennen we natuurlijk ook in Leiden heel goed. Ja. Jij hebt best wel veel jong talent gehad, die je echt vanaf begin af aan hebt begeleid tot waar ze nu staan. Ja. Hoe is jouw contact nu met Finn en Carolien? Want die zijn uiteindelijk een Nederlands team. Heb jij dan als clubcoach, om het maar even zo te zeggen, een rol? Nou, officieel niet, maar zoals het gaat met de familie Florijn. Ze sturen het af en toe een filmpje. En als ik een kleindochter krijg, dan krijg ik een telefoontje van Carolien van... hoe gaat het? Leuk, gefeliciteerd. Dus nog nauw contact. Heel nauw contact. En dat is niet alleen met deze twee, maar dat is eigenlijk met die hele groep. En volgens mij hebben ze ook onderling nog veel contact. Degene die wel naar de Spelen gaan, degene die niet naar de Spelen gaan. De ene zit bij Laga, de ander zit bij Neerhuis. Er zitten er twee in Seattle, in de Verenigde Staten. En dat is waanzinnig leuk. Ja, een hele leuke groep. Ja. Hey, en dan, je hebt ook het nieuws van Finn gehoord. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, ik moest echt getemperd worden door mijn zus, die er toevallig bij was. Ik werd ontzettend boos, ja. Ja, kun je ons meenemen? Want inderdaad, voor Finn eindigt dat nu het Olympische toernooi. Gelukkig is hij heel jong. Hij heeft wel aan de start gelegen.
nou, weet je al, de vergelijking die hij maakte met zijn vader, zijn eerste deelname ook als een reserve in principe. Maar... Nou kijk, die eerste race, die was prima. En het is heel goed dat hij op die manier roeide, want daarmee kun je het toernooi rustig opbouwen. Hij is wat te voorzichtig weggegaan, maar hij is dat dus nog lang niet kapot geroeid. Dus hij was heel erg goed nu in staat om, het, om in het toernooi te groeien. Dat is één. Dus ik zag heel veel kansen. En nou ja, Ronald en ik hadden al even contact gehad over het beeld. Hij moest nog een paar dingetjes anders doen, dan zou hij heel goed roeien. Ja. Maar het tweede is, die jongen die heeft geleefd als een kluizenaar. Die heeft gewoon, opzij gezet, die heeft gewoon een paar jaar niemand gezien. Ja. Ja, dat hoor je vaak. En de weg dit. Daarheen is vaak een hele moeizame. Nou, dat was allemaal niet moeizaam. Hij heeft het met heel veel plezier gedaan. Maar hij heeft echt... Nou, bij het uitzwaaimoment in Leiden, met de wethouder, daar zijn we niet naartoe gegaan, omdat hij bang was dus met iemand in contact te komen. Ja. Dus, ja. Maar dat is niet dat hij leeg. Ja, en hij heeft... hij is zo voorzichtig geweest. Hij heeft echt geleefd als een kluizenaar. Ja, dan word ik wel heel boos dat dit kan gebeuren. Van, wat is er misgegaan? Het ligt niet aan hem. Ja. Maar dan is het of in een vliegtuig gebeurd, of daar met personeel van de Spelen. Ja, dit is een hele lastige. Ik denk dat het ook wel... Tokio, eigenlijk zeg ik altijd, nou ja, weten jullie allemaal, alle Spelen zijn bijzonder. Ze hebben altijd wel iets bijzonders. En deze maakt het misschien nog wel extra bijzonder door het corona. Geen mensen in het stadion was natuurlijk bij de opening goed te zien. Hebben jullie trouwens gekeken naar de openingsceremonie? Nee. Nee, nou ja, de vraag. Het is natuurlijk apart om te zien dat daar een mooi stadion... Maar goed, ik bedoel, als sporter kom je niet voor die... En zeker als Ruya kom je niet voor die toeschouwers. Je komt voor jezelf. En echt, wat Ed zegt, ze zijn eigenlijk... Ze leven als een kluis. Ze kijken alleen maar zo. En ze zijn alleen maar bezig met zichzelf en met de wedstrijd. En zo hoort het ook. Zo moet het ook zijn. En ze zijn blij dat überhaupt die Spelen kunnen plaatsvinden. Dus het was natuurlijk lang überhaupt die vraag of het door kon gaan. Dus ze zijn al lang blij dat ze überhaupt kunnen starten. Ja. Ja. Ze trainden 3 keer per dag. Vergis je niet. 3 keer per dag. Een paar jaar lang. Ja, en dat 11 maanden waarschijnlijk. Met een aantal weken vrij. Nou ja, en dat dus. En kijk, ik heb natuurlijk ook gezien de persconferentie van de minister-president... En van de minister van gezondheid, die over gezondheid gaat. En ik heb hun excuus gezien. En later hebben we gehoord dat er behoorlijk gefraudeerd is met tests. Ja, dus ik ben, boos. Kun je het je voorstellen? Ik snap wel absoluut. Ik denk dat het voor Finn helemaal lastig is. Zeker, de spelers zijn natuurlijk 1 keer in de 4 jaar. Ja. Je zet alles opzij. Ik denk dat het ook wel met Caroline wel iets doet. Met het hele roeiteam. Ik denk gewoon met het hele Nederlandse team dat het wel effect heeft. En we gaan dan kijken wat de komende weken nog verder naar boven gaat komen. Laten we hopen dat Caroline wel gezond blijft. Heb jij durf jij te voorspellen wat zij gaat doen met haar vrouwen 4 zonder? Nou, het is gewoon een hele constante ploeg. Ik hoop op een medailleplaats. En of het goud of brons of zilver is, dat maakt niet zoveel uit in mijn ogen. Maar zij staan wel heel erg op scherp voor goud. Maar we weten, de Australische vrouwen, die zijn heel sterk. En die gingen 2 jaar geleden echt al heel hard. Maar ze maken kans. En een podiumplaats is mooi, denk ik. Ja. Nou, we gaan het er zeker. Hey, Antje, wat misschien wel leuk is voor mensen die ook deze uitzending volgen. We hebben het nu heel erg over wat roeiers. Roeiers moeten laten. We hadden net Noekie vertelde ook al. Feestjes laten, et cetera. Wat voor rol als moeder heb jij bij een kind wat ergens talent voor heeft? Stimuleer je het extra? Faciliteer je het extra? Welke rol neem jij er nou in? En wat kan je nou voor je kind doen om het beste eruit te laten halen wat erin zit? Veel eten maar. Vooral koken. Vooral eten maken, ja. Nou ja, en zeker, Caroline die kan ook wel wat eten, maar Finn die is ook, volgens mij is hij in het afgelopen jaar 10 kilo aangekomen, maar niet omdat hij dik geworden is, maar omdat hij is heel laat begonnen met groeien, maar toen hij een keer begonnen was, toen ging hij ook echt zo de hoogte in en eerst was hij heel smal en nu gaat hij een beetje body krijgen. Hij bleef groeien. Ja, in lengte en breedte. Hij is nog natuurlijk ook een beetje jong, 21. Maar je ziet het nu, vergeleken met hoe die bij jou binnenkwam als klein jongetje. Ja, wat die jongen at, dat was gewoon niet normaal. Dat was gewoon niet aan te slepen. Ja.
Maar kijk, dat is de verzorgen. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, roeien is een sportmateriaal, niet al te goedkoop. Je kinderen brengen, et cetera. Heb je nou nog iets wat je andere ouders mee kan geven? Want in Leiden hebben we best wel veel clubs, verenigingen. Misschien met kinderen die op het randje staan van doorbreken of niet. Hoe kan je daar nou op een positieve manier, zeker met jouw achtergrond als topsporter, Olympiër, een positieve drive aan geven om de combinatie... Want ze hebben alle twee ook gewoon school afgemaakt. Wat zou je ze meegeven, die ouders? Ja, gewoon dat je gewoon, gewoon rustig blijft en kinderen ondersteunt. Die vinden op die een of andere manier vinden ze wel hun weg. Want ergens ze zijn ergens goed en ze gaan gewoon daarvoor. En dan hoef je eigenlijk alleen maar een beetje stimuleren, zo'n klein duwtje te geven. En kijken dat ze niet zoveel... rare dingen daaromheen op zich afkrijgen. En dan komt het vanzelf wel goed. Hey, en de rol als coach, hoe zie je dat? Ik heb Jan Klerks ooit een keer gehoord. Ik ben meer de regisseur van het stuk. Hè. Mijn roeiers doen alles en ik grijp alleen maar in wanneer het nodig is. Hoe zie jij dat? Nou, in de eerste plaats een goede groep hebben die het leuk met elkaar heeft. En, plezier. Ja, maar vooral ook in het roeien. Dus niet in het uitgaan, maar in echt serieus roeien. En deze groep had steeds meer plezier om met elkaar op het water het uit te vechten. Dus ze hebben heel veel competitie onderling geroeid. Dus ze hebben ook eigenlijk elkaar beter gemaakt, zeg je. Dus het is ook wel heel belangrijk dat de groep groter is. En dat Caroline je met elkaar... is een mooi voorbeeld, maar Finn ook. De snelste moest er dan achteraan starten op het kanaal. En moesten de anderen zien in te halen. En ja, Caroline als meisje tegen een heleboel jongens, ja, die lag dan voor, want ze zou wel even ingehaald worden. Nou, dat duurde wel, het ging dus steeds langer duren voor die gasten. En dan rolden we naar Leidschendam en dan in Leidschendam rondmaken en dan Caroline als eerste weg. Maar dan moesten die gasten er maar voorbij die zien te komen. Dat altijd een spelletje tussen die twee. Ja. Dus die onderlinge competitie. En dat is nooit een probleem geweest. Dat deden ze vanzelf eigenlijk. Maar dit betekent dus wel dat ze ook naar jou luisteren. En dat ze er vertrouwen in hadden. Heb je enig idee wat jouw succes is als coach? Ik heb geen idee. Nee. Maar dat het klikte in ieder geval. Ze vinden het nog steeds hartstikke leuk. Gert-Jan en Isabel zijn terug en vragen wanneer ik weer mee kom fietsen. Dus er is iets wat het leuk maakt. En ik weet niet. Ik vraag meestal wel of het lekker gaat en hoe zij het vinden. En ik zie dat niet alle coaches doen, dus ik ben wel heel erg gespitst van... Nou, ik hoef jou niet uit te leggen, maar je kunt soms instructies van een coach volgen. En dan denk je van, maar dit gaat helemaal niet lekker. Dus ik vind wel dat zij het gevoel moeten hebben dat het fijner gaat. En daar hebben zij het plezier uit. En ja, dat veelal weten ze het zelf wel. Maar... Het beeld wat ze in hun hoofd hebben is soms anders dan zoals het eruit ziet. En dan moet je dat beeld overzien te brengen. Van als je nou een beetje meer dit doet, een beetje meer dat, dan gaat het lekkerder. Ja. Maar ja, we zijn heel benieuwd hoe de aankomende 2 weken verder gaat. Ja, buiten zeker. Roeien, gaan jullie nog andere sporten kijken? Of is het echt helemaal gefocust beide op roeien? Ja, ik ga zeker zoveel mogelijk kijken. Toevallig ben ik nu 2 weken vrij, dus ik kan helemaal losgaan. Je kan helemaal losgaan. Het enige is dat het op zo'n... ongunstige tijd is. Ja, het is in Tokio inderdaad 7 uur later. Dus daar vaak midden in de nacht de wedstrijden. Maar, ik ben heel benieuwd naar de zeilers. En naar de pupillen van Bram Wassenaar. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja, dat is ook wel veel bewondering als coach, voor als coach. Met atletiek. Ja. Zijn we ook heel benieuwd naar. En natuurlijk onze Leidse Laurien, die we ook benieuwd. Ja, Pieter had al verwacht, misschien ook wel een medaillekandidaat. Dus met de roeiers erbij kan het nog inderdaad een hele mooie speler worden. Voor jou de vraag, wat is spannender? Kijken naar je pupillen of zelf roeien op de Olympische Spelen? Ja, kijken naar je pupillen. Als je zelf op het water bent en zelf roeit, dan is er gewoon geen spanning meer. Dat is gewoon niet spannend. Maar kijken en hier zitten en dan kijken, dat is niet zo leuk. Ja, wel als ze voor liggen, dan is het geweldig, maar andere momenten niet. Ja. Hey, Antje, wat denk je wel het eerste is wat je gaat doen als jouw kinderen, in dit geval zal Finn misschien wat later komen, weer terug zijn in Nederland? Wat denk je, waar ga je het als eerste over hebben? Dat is een moeilijke vraag. Waar gaan we hoe hij zich voelt natuurlijk en wat hij meegemaakt heeft. Kijk, ik hoop dat hij ofwel die alleen maar in zijn hotelkamertje zit, dat hij misschien toch nog het een of andere kan doen. Of...
iets meemaakt van de spelen. Of... Ja. Ze gaan allebei gelijk weer roeien, joh. En Carolien, wat hoop jij als ze terugkomt buiten haar prestatie, dus buiten het roeien dat het goed gegaan is, wat ze nog meer heeft meegenomen van de spelen? Want het is toch een evenement wat één keer in de vier jaar komt. Het is toch vrij uniek. Je ziet nu het geval met Finn dat het in één keer ophoudt. Wat hoop je dat ze tegen jou zegt van, god, dat heb ik toch ook ervaren of dat neem ik aan herinnering mee? Ik hoop sowieso dat ze daarvan leert. En je weet het zelfs, als je die eerste spelen, misschien is het deze keer minder omheen dan bij normale Olympische Spelen. Misschien is dat wel een juist moment om in te stappen bij de Olympische Spelen. Minder, die pers zal wel aanwezig zijn, maar minder publiek afleiding, en afleiding. Druk geven. En ik hoop dat ze gewoon als sporter nog kan groeien. Na die spelen die dan hopelijk over 3 jaar komen. Dus ook al komt ze zonder medaille thuis, dan heb je nog een hoop dat ze in 4 jaar tijd dezelfde drive heeft om te kijken of ze er dan wel Ik denk niet dat ze gaat stoppen na deze spelen, dus. Nou, dat hopen we ook niet. Nou, ik wil jullie onwijs bedanken voor deze aanwezigheid. Waarschijnlijk hebben jullie hem ook al vernomen bij het Centraal Station in Leiden. Er staat een mooi medaillebord. Laten we hopen dat daar de medailles bij gaan komen van de Leidse Olympiërs. Ed, we kennen jou natuurlijk ook nogal als ambassadeur van de Leidse Olympische ploeg. Dus ik denk dat je de komende jaren ook nog een mooie rol gaat spelen in de talenten die gaan komen. En hopelijk hebben we bij de winterspelen weer een Nederlandse inbreng. En anders over 4 jaar, eigenlijk over 3 jaar dus, de zomerspelen die gaan komen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje insight hebben gekregen voor de weg die sporters hebben gehad. De ervaringen van de ouders, van coaches, voor onze 9 Olympiërs. Die op dit moment actief zijn in Tokio. Laten we hopen dat we na 8 augustus ook in Leiden een mooie ontvangst voor ze hebben. En of ze een medaille hebben of niet. Meedoen is zeker ook heel belangrijker. En mijn motto is eens een Olympiër, altijd een Olympiër. En ik denk dat we daar als Leiden heel trots op moeten zijn. Ik wil Sleutelstad bedanken. En de roeiverenigingen die natuurlijk ook hieraan hebben geholpen. Alle gasten. En het strategisch partnerschap student en stad. Topsport Leiden natuurlijk ook. En ik hoop jullie weer snel te zien bij de huldiging in Leiden. Dank jullie wel.